Björgens en Gier, we staan hier ondertussen op de busparking na Nottingham Forest Antwerp. We spelen 2-2 tegen een ploeg, een goede ploeg uit de Engelse Championship. Tevreden? Ja, natuurlijk tevreden. Niet met de eerste helft. Ik denk al een beetje, hun tempo was een stuk hoger dan van ons. We deden niet echt wat er gevraagd werd, want de linies waren te ver uit elkaar. De trainer had gevraagd voor compact te spelen. Maar met een paar positieverschuivingen van de coach heeft het goed opgelost. En ik denk dat we dan meer en meer in de wedstrijd zijn gekomen. Oké, hun kregen nog een penalty en geschenkenverpakking. Dat was echt belachelijk. Maar oké, kom je wel 1-0 achter. Maar dan denk ik dat we het goed aanpakken. Dat we de bal laten rondgaan. Ons eigen spel proberen te spelen. Ik denk al bij al, de Forest Away, dat je 2-2 speelt, dat je mag tevreden zijn. Ja, Forest Away, ook voor de supporters. 1070 man was er mee. Voor iemand die de supporterscultuur waardeert, zoals jij zelf. Wat vind je daarvan? Ja, subliem. Dat is echt is genieten. Vooral als je het veld al opkomt net voor de wedstrijd, krijg je kippenvel op je haar, komt gewoon recht, zeg maar. En we weten dat ze er altijd zijn voor ons. En ik denk dat de nieuwe jongens nu eindelijk hebben gezien wat voor supporters wij hebben. En dat ze nu voor die nieuwe jongens ook duidelijk is dat ze voor die mensen gewoon een mes tussen je tanden en gewoon door twee dubbele muur moet lopen. En dat hebben ze nu gezien. En ik heb het er ook al vaak over verteld over onze kern. Ja, het is gewoon iets waar je trots moet op zijn. Dat hebben ze vandaag alweer bewezen. En ik denk nu dat we vertrokken zijn voor iets moois. Ja, we zijn vertrokken, zeg je. Vrijdag Helmond Sport, jouw ex-club. Wat vraag je daarvan? Ja, gewoon een oefenwedstrijd zoals een andere. Ik denk dat de bedoeling was dit seizoen in de voorbereiding, wedstrijd per wedstrijd, meer stappen te maken. En ik denk dat je toch, waar we vandaan komen met de nieuwe groep, tot nu dat we toch wel serieuze stappen hebben gemaakt. Maar er is nog heel veel werk. We hebben net na de wedstrijd ook samen gezeten ermee met de jongens en de trainerstaf. Het oogt positief en fris, maar we zijn nog lang niet. En de mensen moeten de ambities koesteren, maar we moeten ze ook een beetje temperen. Ik denk niet dat wij los de bovenhand gaan halen. We moeten gewoon keihard werken, dag in dag uit. En samen met hun en met onze groep zullen we wel uitkomen. Maar het is nog te vroeg om een voorspelling uit te doen, maar we zijn op goede weg, laat ons zo zeggen.